Als je een tekening maakt van hoe een ruimtefiguur er van voren gezien uitziet, noem je die tekening een aanzicht. Dit ruimtefiguur kun je van verschillende kanten bekijken. Als je het van de voorkant bekijkt en daar een tekening van maakt, dan heb je een vooraanzicht. Als je het van een van de zijkanten bekijkt en daar een tekening van maakt, dan heb je een zijaanzicht. En als je het van de bovenkant bekijkt en een tekening maakt, dan heb je een bovenaanzicht. In een bovenaanzicht kan je niet zien hoe hoog een figuur is. Je moet twee dingen kunnen. Allereerst moet je aan de hand van ruimtefiguren de verschillende aanzichten kunnen tekenen. Dus bij ieder ruimtefiguur moet je zelf een voor-, een zij- en een bovenaanzicht kunnen tekenen. Het tweede wat je moet kunnen is dat je aan de hand van de aanzichten moet kunnen nagaan hoe het ruimtefiguur eruit ziet. Vaak heb je dan één aanzicht niet genoeg. Een goede manier om beide vaardigheden te oefenen zijn kubusbouwsels. Dit zijn bouwsels van kubusjes van 1 bij 1 bij 1 centimeter. Met deze kubusjes kun je makkelijk verschillende bouwwerken maken of laten maken en die van verschillende kanten tekenen. Omdat niet iedereen deze blokjes in huis heeft, kun je natuurlijk ook gewoon een handjevol legostenen pakken. Een bovenaanzicht van een kubusbouwsel geeft je niet heel veel informatie over hoe dat bouwsel eruit ziet. Je kunt daarom getallen in ieder hokje zetten. Het getal geeft dan aan hoeveel kubusjes er op elkaar staan. Een 4 zijn dus 4 kubusjes op elkaar en een 1 is maar 1 kubusje. Nu kun je met alleen het bovenaanzicht het hele kubusbouwsel namaken. Aanzichten kun je dus makkelijk thuis oefenen. En het geeft je ook nog eens een goed excuus om weer eens met de blokken te bouwen. In de volgende video gaan we het hebben over kijklijnen. Wil je die niet missen? Abonneer je dan op Wiswereld en graag tot de volgende keer.